Hey mensen, welkom bij Black Crypto. Er wordt vaker de vraag aan mij gesteld van Yo Gil, ik weet niet hoe ik moet beginnen en waar moet ik beginnen. Ik zal het even simpel en snel uitleggen voor jullie. Waar je begint is dus, als je in de Discord zit, ga je dus naar beginnersroom. Ja, je scrolt naar boven, dan lees je even de geschiedenis van de Bitcoin en je leest even wat de blockchain is. Waarom? Dit zijn termen die je vaak hoort in de crypto space. Wat De Bitcoin en de blockchain. Nou, het is super simpel. Wat is een blockchain eigenlijk? De blockchain is eigenlijk gewoon een database die dus waarover transacties gaan en de transacties kunnen van alles zijn uh, kan echt letterlijk van alles zijn van crypto tot aan geld tot aan digitale collectibles. van alles ja dus gewoon een database waarover transacties gaan kijk je kan natuurlijk dieper in de stof gaan en dergelijke en het is een ketting en uh, weet je, is allemaal niet nodig om te weten ja voor ons op dit moment weet wel weten dan moet je gewoon zelf zo diep mogelijk gaan. Voor ons is dat hier niet nodig. Wat is de Bitcoin? Nou, we weten allemaal dat het gewoon een digitale valuta is. En dat de waarde bepaald wordt door ons mensen eigenlijk. Ja, dat is wat de Bitcoin is. Oké, okay, nou, heb je dat allemaal een beetje ingelezen, dan weet je dat ongeveer. Wat is dan stap 2 wat je doet? Stap 2 wat je doet is jezelf registreren bij een exchange. En deze exchange is dan Binance. Daarvan. Heb ik voor de YouTube-kijkers een link geplaatst hier hoe je kan, waar je kan registreren bij Binance? En ook heb ik de link geplaatst voor de blockchain zodat je weet wat de blockchain is. Hier het Consumentenbond heeft het netjes uitgelegd en die link staat dus in het filmpje Bitcoin voor Dummies. Nou, klik daarop, dan ben je even ver als iedereen hier in deze Discord. Oké, okay, nou, dus je gaat je registreren bij Binance en dat doe je omdat je dan een. Beeld heb van oké, okay, zo ziet Binance eruit. Dat betekent al door deze twee dingen te doen dat jij op de helft bent. Zeer zeker op de helft, ja, want je hebt jou, je heb je dus nu een beetje ingelezen wat de Bitcoin is. Je weet nu wat de blockchain inhoudt en je hebt jezelf al geregistreerd bij Binance. Nou, dat zijn dus de stappen waar alles bij begint. Hoe te registreren bij Binance staat een heel mooi filmpje van, ik denk, een goed uitgelegd filmpje over, ja. Nou, heb je dat gedaan, dan weet je, van, hey, dan weet je nog niet wat Binance echt is. Door al die grafieken en al die kleuren die je ziet. Maar je hebt hem wel dus aangemaakt. Ja? En het kan zijn dat je eventjes bij profiel. Bovenin, als je Binance hebt aangemaakt. Dat je even de light-versie uitdoet. Want dan heb je precies dezelfde overzicht. Als de Binance die ik gebruik in dit filmpje. Nou, dat is het enige. Dus even light uitdoen bij je profiel. Bij Binance. Als dat niet het geval is. Nou. Heb je dat gedaan, dan ben je al ver genoeg. Dan heb je een andere, dat je kan doen, hoe gebruik ik Binance op de mobiel. Of je komt in de chat, kom je mij dingen vragen of iedereen die je antwoord kan geven, kun je een paar vragen stellen, of je reageert op YouTube, van yo en nu en nu en nu, en dan kan ik kijken wat ik voor jou kan betekenen. In ieder geval, dat zijn de stappen. Je begint dus hier bovenin, bij beginnersroom, je scrolt naar boven, deze link heb ik ook voor de mensen op YouTube gedeeld. Dus de blockchain, daar druk je even op. En dan ga je jezelf registreren bij Binance. En dan ben je al op de helft. En geloof me, het wordt ook interessant. Het, het doet niets voor mij en niets voor jou om in deze groep te zitten hier, hier tussen. En te weten dat je hier toch niks gaat doen. Dan kun je beter gewoon lekker eruit gaan. Ja. Niemand wacht op jou. Ik wacht ook niet op jou. Even goede vrienden, maar dit is gewoon niet jouw ding. Ik breng mensen in deze space puur omdat ze dachten of omdat ze ja, omdat ze dachten dat het niets voor hun zou zijn crypto. Terwijl deze space je kan heel veel leren, want na crypto zal er ook wel weer iets nieuws komen. Weet jij dit? Is het voor jou veel makkelijker om te springen op iets wat nieuw gaat zijn? Snap je? Dit is gewoon, je leert eigenlijk gewoon een nieuwe skill. Of je plaatst je aandacht naar een nieuwe skill. Dus maak hier gewoon gebruik van. Ja, het doet niks voor mij, ik verdien er niks mee. Uh, ik geef alleen maar de kennis die ik heb gekregen. Dat probeer ik gewoon te delen. Ik probeer gewoon mensen hun aandacht dus te verleggen. Dat is het enige wat ik doe. Dus uh, begin zou ik zeggen, en zit hier niet voor de grap in de groep. Dan kan ik je gewoon verzoeken om uit de groep te gaan. Ik ga sowieso stofzuigen vanaf nu. Dus uh, er zijn al een paar uitgezet. Maar uh, ja, er komt nog een handje voor aan. En crypto is vrij nieuw. We weten nooit wanneer het stopt. Weet je, het kan van alles gebeuren. Maar het is gewoon soms goed om geïnformeerd te zijn. En te weten wat het is. Dus in ieder geval, begin eraan. En voor de mensen die ik hier weg ga gooien... Uh, no hard feelings, maar het was gewoon niet jouw ding in mijn optiek. Was het wel jouw ding, dan hoor ik het wel in een bericht en dan zet ik je wel weer erin. Want er zijn genoeg mensen die niet actief zijn, maar wel actief lezen en echt alle account hebben aangemaakt. Want er komen genoeg mensen naar mijn inbox, weet je. Dus die blijven gewoon erin, maar er zijn genoeg mensen van wie ik weet: jou interesseert het geen moer. Ja? Dus even goede vrienden, ga gewoon door met Netflixen en scrollen of spangen. Selfies maken op uh, Instagram, maar dit is dan niks voor jou. In ieder geval, mensen, daar begint het bij. Begin bij Bitcoin, de blockchain, en maak een Binance account aan. En dan ben je al zeer zeker op de helft. Yes? Dit was Black Crypto. Ciao, ciao, ciao.